Nou, Maurits, welkom bij de revalidatie. Goedemiddag. Een hele stap om hier te zijn, denk ik. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, vermoeid, maar... En dan moet elke therapie nog gaan beginnen. Ja, inderdaad. Nog twee keer. Strek. Aanbuig. En de laatste. Strekken. Aanbuigen. Goed zo, Maurits. Aan je pauze. 5. 6. Ja, Maurits is eigenlijk binnengekomen met heel veel klachten van vermoeidheid. En vermoeidheid zit zowel in zijn lijf, maar ook vermoeidheid in zijn hoofd. Daarnaast is hij snel kortademig bij activiteiten die hij doet. En kampt hij gewoon met heel veel gevolgen van de ziekte die hij heeft doorgemaakt. Goed zo, aan. Ga zo laag als je kunt. Rustig aan. En weer naar boven. Heel goed. Nou, als ergotherapeut ga ik vooral met hem kijken naar hoe ga je ondanks je vermoeidheid toch activiteiten ondernemen. Hoe creëer je balans in je dagelijks leven, waardoor je weer wat minder moe wordt, weer uiteindelijk wat meer dingen kunt gaan doen en hoe hij zijn functioneren weer kan gaan opbouwen. Ik begin nu pijn te doen. De eerste COVID-patiënten die we hebben gezien, die zijn nu in de laatste fase van hun revalidatie. Er is één persoon reeds helemaal afgerond. Daar bestaan nog wel wat restklachten op het gebied van pijn in de longen, wat kortademigheidsklachten, wat lichte vermoeidheidsklachten. Maar er zijn dus ook mensen die redelijk goed herstellen. Helaas zien we echter ook wel dat er een heel aantal mensen zijn die wel restklachten blijft houden. Leg even weer je linkerhand op je buik. En die wil ik zien bewegen. Naar voren bij de inademing en naar achter bij de uitademing.